1978. Men moest hier tol betalen om de kosten te dekken van de aanleg van de Klinkerweg Westerbork-Orvete-Zwelo. Voor elk paard, rund of ezel aangespannen voor een voertuig moest men een dubbeltje betalen. Nu dient het tolhuis als expositieruimte. Drentehof, een boerderij uit het begin van de 19e eeuw. Hierin is nu een tentoonstelling gevestigd waar u kunt zien hoe Orvete ontstaan is. Deze boerderij vinden we op de voormalige deel een flinke collectie oude gereedschappen. Coöperatieve zuivelfabriek, de onderneming. Deze uit 1899 daterende handkrachtzuivelfabriek is iets bijzonders. Deze fabriekjes hielden het niet lang vol. Ze konden het niet bolwerken tegen de concurrerende stoomzuivelfabrieken. In de schuur die later aangebouwd werd is een boter- en kaasmakerij te bezichtigen. Vinden we deze boerderij, waarin na de restauratie een jonge boer is begonnen, niet te bezichtigen. Dit is de Flintenweg. Kijk, en dat zijn flinten. De Bruntingerhof, een boerderij oorspronkelijk afkomstig van het nabijgelegen Bruntinger.
De boerderij die vroeger op deze plaats stond is in 1927 afgebrand. De uit het begin 17e eeuw of eind 16e eeuw daterende Bruntingerhof is hier herbouwd. Mensen en dieren leefden hier in één ruimte. Het voorhuis is er in 1728 aangebouwd. Een sfeervol congrescentrum vinden we hier in de Barkerhof. En hier ziet u een dobbe. Door de vele rieten daken was een dorp als dit natuurlijk erg brandgevaarlijk. In zo'n dobbe had men dan snel bluswater bij de hand. Zo pas al uit de verte zagen, zien we nu van dichtbij een prehistorische boerderij. Met bijgebouwtjes. Nou ja, gebouwtjes dan wel tussen aanhalingstekens. Het is een reconstructie van een Drentse boerderij met woon- en stalgedeelte en bijgebouwen uit de late ijzertijd, ongeveer 200 voor Christus. Gebaseerd op plattegronden die door het Biologisch-Archeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit in Groningen in 1972 en 1973 zijn opgegraven bij Heiken, gemeente Bijlen. Het huis is in 1978 door het genoemde instituut van de traditionele materialen gebouwd in het kader van een experimenteel onderzoek. In 1979 zijn twee graanschuurtjes en een aardewerkoven toegevoegd. Wegens instortingsgevaar is de toegang helaas verboden. Maar veel is er ook niet te zien. Mens en dier leefden hier in dezelfde ruimte.
zijn al gauw weer aan het eind van onze wandeling. Jammer dat we de schaapskudde gemist hebben. Er zijn rond Orvente diverse wandelroutes uitgezet. Wij hebben nu iets van de veldroute en van de natuurroute gezien.